Maar aan de andere kant zit er nog wel echt een 32 voet. Een fagot. Oké, die moeten we even horen. Het is vandaag vrijdag en ik heb een afspraak met Arjen Leistra, de stadsorganist van Schiedam. Dus ik ben ook onderweg naar Schiedam, want ik ga repeteren voor de Orgelmarathon volgende week. En de Orgelmarathon is een online concert dat wekelijks ergens anders op een ander orgel in Nederland wordt georganiseerd. En Arjen kent het orgel natuurlijk door en door in Schiedam, dus... Hij gaat mij hopelijk wat tips en tricks geven voor mooie registraties, voor mooie klankkleuren. Precies 11:30. Zo. Wat een timing, hè? Hij is al niet gegaan, dan is het zelfs op de voet. De prestanten die je ziet, die zijn uit de 16e eeuw. Ja. Dan moet je dan ook even om de hoek bij het rugwerk, want dan zie je ze van dichtbij. Je ziet ook nog een nieuwe, die zit aan de andere kant. Oh, hier zo. Kijk, daar zit een nieuwe. Dat zie je alleen als je dichtbij bent. Ja. Oh ja, er zit een nieuwe tussen. Er zit een nieuwe tussen. Dat valt hier nog wel op. Maar je ziet hier echt, dit is bijna puur lood. Je kan hem bijna zo, moet je niet doen, maar je kan hem bijna indeuken. Zo zacht is het. En van de oudheid. Ja, dus ook de oude tinfolie zit er nog omheen. Dat is helemaal bobbelig geworden. Hier die engeltjes, het is bijna zwart, helemaal zwart uitgeslagen. Dat is nog het roet van de 19e eeuw, van Zwart Nazareth, zoals Schiedam toen werd genoemd. Maar heeft dit in Schiedam gestaan altijd, dit oude puinteken? Ja, het is nooit... Okay. Altijd in deze kerk geweest? Altijd in deze kerk geweest. Ja. Wat stond hier voor dit orgel? Dat is een nieuwe orgel. En dat is wat je nu nog ziet, hè. Dus de kas is nog oud. Aha. Althans het middengedeelte. En die engel die je hier ziet is weer uit de 18e eeuw. Dus dat zijn gewoon twee stijlen die op zijn Schiedams zo'n beetje bij elkaar gevoegd zijn. Begin 20e eeuw is er een pneumatisch orgel ingezet. Ja. En dat was in de jaren 60 op. En toen heeft Flentrop in de jaren 70. In 1975 is dit orgel opgeleverd. Dus wat je ziet, dit is allemaal uit die tijd. Maar dan wel in oude stijl ongeveer gebouwd. Ja, en wat zijn de meest recente registers? De meest recente registers zijn de pedaalstemmen. Die zie je daarachter. Oh ja. Die staan niet in de kast. Nee, die staan open opgesteld. Dat is het achterste rijtje. Dat is eigenlijk een contrabas 16, zo'n romantisch register. Ja. En die komt uit een andere kerk. En toen ik dat gesloten, toen heb ik gezegd, nou dan wil ik hem hier hebben. Ja. Omdat het orgel wat meer bas gebruiken. En we zijn dat verder gaan uitbreiden. Dus die 16 voet is ook een lage kwint bijgekomen. Ah, heerlijk. Als een akoestische 32 voet. En aan de andere kant zit er nog een echte 32 voet. Een fagot. Oh ja, dit is te berucht, hè? Ja, dat is als een soort laatste reserve. Oké, die moeten we even horen. Kan je daar ja terug doen? Het klinkt beneden wat mooier dan hier. Het is net een Chinook-helikopter. Het is hier wel een soort drillboor, zeg maar. Ja, je moet hem echt gebruiken in het volle werk, denk ik. Ja, precies. Ja. Wat mooi is aan het orgel zijn de prestantregisters. Ook omdat ze nog oud zijn. Prachtig, hè? Een hele mooie vocale klank. En wat verder oud is, is de baarpijp van het bovenklavier. Op de meeste orgels is dat echt een fluitregister, een hele volle fluitklank. En hier is het meer een soort zachte prestans. En de quintadeen. Dat is ook oud. Als je... En wat is oud? Echt eeuwenoud, zeg maar. 16 eeuws. Ja. 16 eeuws, wauw. Ja. Als je weet dat het oud is, klinkt het ook gelijk oud. Ja. Dat heb je dan ook een beetje. Ja. Maar het mengt toch wel ontzettend goed, hè, alles bij elkaar. Ja. Terwijl het uit allerlei eeuwen komt. Nou, het is, als je de prestanten van het hoofdwerk, zijn vrij donker. En heel mild op de octaaf 4. Ze hebben een hele wijde mensuur. Ze zijn lage mixturen. De echte scherm van het orgel zit op het rugwerk. Die heeft dan wel weer mixtuur. En die ligt dan eigenlijk nog een beetje boven. En tersregister is ook voldoende, denk ik, hè? Ja, zat er. Ja, dat is een 6 kwalter op het rugwerk. En een cornet. Mooi. En dan heb je nog op het bovenklavier kun je nog een cornet decomposé, zoals dat heet. Wat speel je het liefst? Even denken hoor. Dat is wel divers. Ik doe elk
Ja, je doet eigenlijk heel veel, hè, qua stijlen. Heel veel, ja. Dus altijd een bochtprogramma op 1 januari. Ja. Maar zaterdag heb ik hier ook Duriflee Messia gespeeld. Kan ook gewoon. Nou, gewoon, je moet het wel een beetje kennen. Ja. En wel een beetje de grenzen weten, zeg maar, van wat nog wel kan en wat niet kan. Ja. En, dat, ja. Mis je niet wat diepte dan? Nou ja, je mist gewoon veel zachte stemmen eigenlijk. Ja. En daar heb ik ook wel trucjes voor trouwens. Dat is wel goed om te weten. De orgel heeft dus geen strijkers, hè? Dus als je romantisch wil spelen, dan moet je al vooral veel koppelen. Maar er is een trucje op het rugwerk, zit een tremulans. En als je die opentrekt, wordt de toonhoogte een heel klein beetje lager. Zoals je hoort. Wow. Als je dat combineert met een wat meer strijkend register van de baarpijp van het bovenklavier via de klavierkoppels van het hoofdwerk. Dan krijg je een soort zwevende klank. Het is inderdaad. Het komt dicht in de buurt, hè? Ja, het komt, ja. Bovendien gaat het al een beetje janken. Mooi. Maar zo, dat is dan een beetje de manier. Maar waren er geen uitbreidingsplannen? Zijn jullie dat? Heb ik dat niet gehoord? Ja, dat klopt, ja. En dan de strijkers waarschijnlijk. Er ligt een offerte voor een zwelwerk. Ja. Dat kan dan worden aangesloten op het derde klavier of op het tweede klavier of op het pedaal. Die plannen zijn prachtig. Dat is iets van 8 registers, zachte fluiten en strijkers. Ja. En een zachte tongwerken, want die zijn er ook niet. Ja, een hobo of zo. Een hobo, of een klarinet, of in ieder geval iets zachts. En die komen dan op het? In het zwelwerk. Ja, dus op het derde klavier. Ja. Dus de klaviatuur, het hele orgel blijft dan hetzelfde. Ja, juist. Dus we hoeven verder niks te veranderen. Geen manuaal erbij. Nee. Er komen gewoon wat knopjes bij. En een zweltreden hier opzij. Ja. Dat kan dan niet hier, want daar loopt weer mechaniek achter. Aha. Maar alles is uitgetekend en uitgedacht. Ja. Maar het is wachten op de juiste tijd. Want er zijn vele honderdduizenden euro's mee gemoeid waarschijnlijk. Er zijn 1,5 ton. Nou, bij deze een oproep. Ja. Dus 3 mensen die ook 50.000 willen. Ja, 1,5 ton voor een zwelwerk hier in Schiedam. Ja. Maar het is in ieder geval wel in te passen hier. Er is ruimte genoeg op zich. Als je hier boven ook. Het komt er gewoon op de boog. Hier ligt de boog. Ja. Dat is gelijk achter het hoofdwerk. En dan pas je precies onder die trekzangen die daar lopen. Ja, dan is het. Dan hoef ik de stad niet meer uit. En als je nieuwsgierig bent geworden naar dit orgel en hoe dit klinkt, dan kun je het live beluisteren door verschillende organisten. Aanstaande woensdag 7:15 in de Orgelmarathon live op YouTube.